Thijs Reumer komt over een paar weken weer uit de gevangenis en moet dan een leven zien op te bouwen als zedendelinquent. Het zal echter zeer moeilijk worden, omdat geen enkele gerenommeerde mediapartij ook maar zijdelings geassocieerd wil worden met het misbruiken van minderjarige meisjes. En dat zou onvermijdelijk zijn. Volgens zijn ex-geliefde Katja Schuurman, die een dochter heeft met Thijs, moeten we hem toch weer aan het werk helpen. Ze wijst erop dat hij zijn fout heeft toegegeven. Uiteindelijk, ik was blij toen hij me vertelde dat hij het hoger beroep ging intrekken, zegt ze in de story. Dat is een goede beslissing. Een beslissing waar hij wel erg lang over na heeft moeten denken. Hij heeft er wat langer over gedaan om die keus te maken. Het gaat erom dat hij nu het goede heeft gedaan. Het is niet goed wat hij heeft gedaan. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar het is ook niet zo dat Thijs iemand heeft vermoord. Thijs heeft zijn steentje bijgedragen en nu is het tijd aan Nederland om een beetje genade te tonen, vindt Katja. Hij heeft zijn straf nu geaccepteerd. En ik hoop dat hij daarna de kans krijgt om zich te rehabiliteren. Hij moet door kunnen met zijn leven. Ik vind ook dat hij dat verdient. We hebben goed contact met elkaar. Dat blijft. Gaat Katja hem bezoeken in de gevangenis? Ik ga Thijs in elk geval niet bezoeken. Ook niet met Sammy. Het gaat om een korte periode, dus we zien hem als hij weer thuis is.